Waar gaat het om bij Jan van Ruusbroek? De Vlaamse mysticus Jan van Ruusbroek leefde in de 14e eeuw in een maatschappij die geheel van het christelijke levensgevoel was doordrongen. Er waren meerdere mystieke stromingen en hij wees op de noodzaak van de onderscheiding der geesten. Hij beijverde zich om de gelovigen voor dwalingen te behoeden en hen op de innerlijke weg naar de ontmoeting met God te leiden. Daarom schreef hij, wat heel ongebruikelijk was, in de volkstaal, waardoor lang niet is onderkend dat hij tot de grootste mystici behoorde. Jan van Ruusbroek leerde de onthechting van zichzelf en de hechting aan God. Het ging hem om beoefening van de christelijke deugden en de naastenliefde. Zijn grondbeginsel is het exemplarisme. De mens is ertoe bestemd een beeld van God te worden op de weg die door Jezus is onderwezen. Door inkeer in het eigen wezen en aan Jezus gelijkvormig te worden, ervaart de mens de goddelijke tegemoetkoming. Zijn beschrijving van die weg omvat drie trappen. Te midden van de gemeenschap een geestelijk leven leiden, het persoonlijke, innige of godbegerende leven en tenslotte het, door zijn verhevenheid en mensen ontoereikendheid, slechts voor enkelen weggelegde, godschouwende leven. Door zijn lichamelijkheid is de mens een stoffelijk wezen en betrokken op de wereld. De mens moet leren daarmee beheerst om te gaan, door de vermogens, rede en vrije wil bewust te gebruiken. Dat is het werkende leven. Als geest kan de mens denken, willen en zich richten op het bovenzintuigelijke, doordat vanuit de memorie, het geheugen, bewust te blijven. De gerichtheid op de inwendigheid, de deugdbeoefening en gelatenheid bij wederwaardigheden geven de mens een innig geestelijk leven. De mens is door God geschapen en heeft een onlosmakelijke schepselverhouding tot God. Door het gebruiken van de geestelijke vermogens wordt de mens een nabeeld van God zelf en ontwikkelt zo een drang naar vereniging met zijn oerbeeld. Die drang is een vrije keuze van de mens en die leidt tot de tegemoetkoming van God zelf naar de mens toe. Dit ondersteunt de werkzaamheid van de mens, waardoor de aanschouwing van God, de hereniging, ten slotte werkelijkheid wordt.